Ik was dat gisteren bij de uitzending van De Wereld Uit Door. Ja. En er gebeurde iets waarvan ik eigenlijk denk dat ik dat belangrijk is om dat even te benoemen. Ik heb het als volgt beschreven. Kijk, je hebt twee... als je naar Ajax en Feyenoord gaat, dan heb je hier de Ajax-supporters, daar de Feyenoord-supporters. Ik ben zelf scheidsrechter. Als je de wedstrijd Ajax-Feyenoord zou fluiten en je vraagt over welke situatie dan ook aan een Ajax-supporter, wat is er gebeurd, of een Feyenoord-supporter, hebben ze allebei wat anders gezien. En allebei denken ze ook dat wat ze gezien hebben waar was. Ja. Ik bedoel, geen van die twee, maar ze hebben een eigen werkelijkheid. En binnen die eigen werkelijkheid leven zij. En ze begrijpen elkaars werkelijkheid ook niet. Dus er gebeurt iets. En doordat ze elkaar ook niet kunnen inleven in elkaars werkelijkheid, blijven ze ook steeds tegenover elkaar staan. Nou, wat merkte je gisteravond bij de uitzending van De Wereld Uit Door? Daar zaten eigenlijk allemaal mensen die Ajax-supporters, zal ik maar zeggen. Alleen eentje was een beetje zich bewust van dat het wereld ook nog wel anders uit kon zien. En dat probeerde ik ook te benoemen zo. En die zitten en die bekijken dan de Feyenoord of de club of de mensen daar. Ja, die begrijpen die andere mensen ook niet. En wat er dan vervolgens gezegd wordt. En nogmaals, ik ken die mensen en dat doen ze ook vanuit een soort oprechtheid. Maar ja, ik ken Ajax-supporters, zijn ontzettend leuke mensen. Ik ken Feyenoord-supporters, zijn echt hele leuke mensen. Maar ze zien totaal een andere wedstrijd. En wat nou de grote uitdaging is, en die werd volgens mij ook bij De Wereld Daardoor aan die tafel niet goed begrepen. Daar werd bijvoorbeeld door Barbara Baarsma opgeroepen van, ja, samen en dinges. Maar wat ze bedoelde is, samen als Ajax-supporter. Daar gaat het niet om. Waar we naartoe moeten is kijken hoe we met Ajax en Feyenoord-supporters samen kunnen zijn. En dat kan alleen maar als je start bij respect voor elkaar. Ook als de standpunten diametraal tegenover elkaar staan, kom je er niet uit als je een gebrek aan respect voor de anderen uit. Want dan vind je nooit, wat ze heet, de common ground, vind je nooit iets gemeenschappelijks. En als we met zo'n uitslag en zulke situatie in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer en in de samenleving niet in staat zullen zijn om die verschillen tussen Ajax en Feyenoord te overbruggen, dan zal dit bij de volgende verkiezingen nog meer uit elkaar lopen en zal de regeerbaarheid van het land nog verder achteruit gaan. En die overbrugging, dat is wat er zou moeten gebeuren. En ik denk dat dat de grote uitdaging is voor allebei, zowel aan de kant van, laat ik zeggen, de Ajax-supporters en de Feyenoord-supporters. En niet om elkaar verder te... Ja, die hebben toch eenzelfde zekerheid. Nee, om elkaar te vinden. En ik heb ook wel eens een keer dat eerder gezegd bij het programma van Pauw. En toen kreeg ik ook een soort discussie, ja, maar feiten zijn toch altijd feiten? Maar feiten zijn niet altijd feiten. Feiten zijn vaak interpretaties van feiten. En het gaat niet om de feiten, maar wat je met die feiten vindt dat je moet doen. En ik denk dat, en deze problematiek hier in Nederland is dezelfde als in vrijwel alle westerse landen. Kijk in Amerika, maar kijk ook in Europa, Spanje, Italië, Zweden. Wat denk je wat er in Duitsland gaat gebeuren na de volgende verkiezingen? De grote coalitie, die gaat het nooit aan. Gaat het ook weer zo? Als wij die overbrugging niet vinden tussen die groepen, nou, dan kunnen we het met z'n allen schudden. En ik hoop dat dat de grote les wordt van vanavond. Er zijn nog maar een paar mensen aan het kijken. Ik wou dat ik zulke statement bij de NOS zou kunnen maken. Want ik denk dat die daar vooral zou moeten opgeroepen worden. En dat we kunnen kijken hoe we toch met elkaar er wat van kunnen maken en of we toch dat vaasje toch ergens weer kunnen lijmen. Nou.